Goedemiddag, ik ben Kobi Noordhof en hier naast mij staat Hein Snoeier. En wij zijn beide van de OVA, dat is de voorzitter en ik ben van de activiteiten. En we zijn hier met z'n allen omdat we zometeen een sing-along hebben voor alle ouderen in Almelo. We hebben een klein koortje gevormd. We zijn al 4 keer bij elkaar geweest om wat liedjes in te studeren. En dan hopen we dat de hele zaal, dat is zo'n 80 man, dat ze met z'n allen meezingen. Dus we zijn hier voor een hele gezellige middag. We beginnen met koffie en wat lekkers erbij. In de pauze nog wat lekkers. En na afloop een hapje en een drankje. Dus we maken er echt een feestje van. En dan zult u vragen, hoe komen al die ouderen hier? Nou, die komen allemaal op eigen gelegenheid. En we hebben het extra goedkoop kunnen houden, doordat we een gemeentelijke subsidie hebben gekregen via het cultureel fonds. Waardoor dit allemaal mogelijk is en we 100 ouderen heel enthousiast kunnen horen zingen. Ja, en voor ouderen zijn het eigenlijk ademhalingsoefeningen en hoort het bij het leven. Ja, zingen is gezond, hè? Herman Vinken zei, zingen maakt de wereld zacht. Mijn neefjes zijn er al vervulde wensen, wel wat kinderlijk, maar ach, ze zijn zo lief. Ik behoorde immers tot die groep van mensen, voor wie gelukkig altijd harder lief. Vrienden, laat ik gaan naar het vermogen om verliefd te worden op een meisjesdag. Zelf ben ik helaas een keer te veel bedrogen, maar mijn leven niet proberen. Thank you.